Wat maakt iemand tot een goede wetenschapper? Dat is een actuele vraag, maar ook een heel klassiek. De eeuwen door hebben wetenschappers gezocht naar normen, modellen en voorbeelden van goed wetenschappelijk gedrag. Mijn onderzoek gaat na hoe het komt dat wetenschappelijke integriteit in de loop van de tijd vaak heel verschillend is gedefinieerd. Daarmee lever ik een historische bijdrage aan het huidige debat over fraude en integriteit.